Sander Dekker is staatssecretaris van Onderwijs. Hij wil dat elk kind in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen. Goede leraren zijn hiervoor onmisbaar. De dag van de leraar is er om leraren in het zonnetje te zetten. Om te laten zien hoe belangrijk ze zijn en hoeveel impact ze hebben op het leven of de loopbaan van hun leerlingen. Welke leraar heeft nou veel betekend voor Sander Dekker en waarom? Goedemorgen. Hallo. Wat vond u van het lesgeven? Het lesgeven was voor mij een vrij moeilijke start, omdat ik mij heel sociaal moest aanpassen. Nou, in het begin had ik dus erg veel moeite om dus, het spreken voor de klas goed te doen. Het leraarschap was dus in het begin nog wel even moeilijk. Maar er is nu wel een staatssecretaris die u de meest boeiende leraar vond. Ja, ik heb toch een bepaalde manier van aanpak dat ik dus vragen stel over allerlei dingen. En daardoor komen ook allerlei onderwerpen aan de orde. En, naast Frans? Naast Frans. En die ook met Frans te maken hebben, maar ook van hoe je dingen aanpakt. Ik neem aan dat u hem wel eens ziet in de media. En als u dan terugdenkt aan de tijd dat hij bij u in de klas zit? Hij heeft zich toch wel sterk ontwikkeld. Hij is dus duidelijk gegroeid en ook duidelijk een figuur die wat steviger op zijn voeten staat. Als je dat met vroeger vergelijkt, was het meer een soort meer een springer die gewoon overal heen gaat. Hallo. Goeiedag. U komt van Piet Oosterbrink. Dat klopt. Hoi. Kom verder. Goeiedag. Sander. Kijk eens aan. Ja, dat is lang geleden. Hey. Meneer Oosterbrink. Meester Oosterbrink. Ja. Wat ontzettend leuk om u weer te zien. En zo officieel, hè? Meneer Oosterbrink. Dat gaat er nooit meer uit. Ja. U ziet er ook nog steeds hetzelfde uit, met het bekende tasje. Is dat nog van toen? Het is ondertussen een keer vernieuwd. Ik heb weer, en het is weer een vernieuwing toe. Het is bijna versleten. Geweldig. Maar het is ongelooflijk praktisch. Want je hebt gewoon alles bij de hand. Ook het financiën zitten daarin. Geweldig. Meester Oosterbrink was wel een begrip bij ons op school, op het Oranje Nassau College in Zoetermeer. En dat had ermee te maken is dat hij... u gaf altijd les met een enorme flair. Hè, dus je leerde niet alleen maar Frans, maar je ging ook van Frankrijk houden. Want er werd altijd wel iets bijgehaald en dat was de politiek van de week. Of ik kan me herinneren dat we eens enorme lessen over Frans eten en drinken hebben gehad. En ik ben één keer hier volgens mij thuis geweest dat we, ik weet niet hoe oud ik toen was en of dat tegenwoordig nog zou mogen, maar toen hebben we hier wijn geproefd. Ik denk dat... Ja, echt wijn proefavond. Ja. Het is dus juist de kunst om te leren proeven en niet te leren drinken. Laatste van je. Ja? Kijk eens. Weer Dekker. Een één. Maar ook hier achterhalf. Ja. En er staat daar een zes. Ja. Dus dit was mijn eindcijfer voordat ik het centraal examen inging. Ja. En toen had ik volgens mij ook een zes op mijn examenlijst. Ja, ik dacht. Welke eigenschappen zou je nou het liefst nog echt mee willen nemen van het lesgeven wat hij deed? Nou, ik denk de bevlogenheid. Ik denk, hè, als je kiest om voor de klas te staan, ja, om dat echt met liefde voor dat vak te doen. Mm-hmm. Het was niet plichtmatig, het was altijd een belevenis om bij meester Oosterbrink in de klas te zitten. Er gebeurde altijd wat, er was een boek of u had iets meegenomen van thuis. Dat vind ik heel erg mooi en ik hoop dat ik dat ook een beetje in mijn vak nu doe. U kon ook altijd dingen meespelen. Ik geloof dat ik Camus, Le Mandarin, op mijn lijst had. Dat had ik niet gelezen. En toen begonnen we erover te praten. En na 5 of na 10 minuten, ik dacht, hè, dat zijn de mandarijnen. Wat het niet was. en dan speelde u dat heel erg lang mee. En aan het einde zei u van,
je hebt het boek niet gelezen, hè? Ik zei, nee, zei je, maar het was wel een goed gesprek. En dan kreeg je niet een 10, maar nog wel net een voldoende. Omdat je, laten zien dat je het Frans goedvaardig was. En maar goed, dat is leuk. Ja. En dat heeft u toch in ieder geval sowieso waardering en bosbloemen opgeleverd. Ja. Dankjewel. Enorm bedankt voor een enorm leuke tijd. Ja. En de liefde voor Frankrijk die ik daar nog steeds aan over heb gehouden. Ja, heel bijzonder. Heel fijn, ja. Heel leuk. Ja. Wil je nou ook meedoen aan de Bedank Je Leraar actie? Je leraar op een leuke, creatieve manier bedanken? Ga naar www.bedankjeleraar.nl.